Deze beschouwing die gaat over het milieu. Ik zit op Facebook en daar kijk ik vrijwel elke dag, soms wel 2 keer, 3 keer. Ja, ik zit momenteel in de ziektewet en ja, voor de rest als ik werk, dan werk ik part-time en dan zit ik thuis en ja, ik heb verder geen gezin meer. Ik ben ook maar alleen. Dan zit ik een beetje Facebook te kijken en soms staat er wel eens wat leuks. En ik gebruik het zelf ook. Als ik een uitzending maak op YouTube, heel trouw, doe ik altijd zo'n ding ook sharen op Facebook. Dus ik gebruik Facebook ook als uitlaatklep voor mijn eigen beschouwingen, nieuwtjes. En op Facebook zie je steeds meer alarmerende berichten over het milieu. En dat neemt zulke bizarre vormen aan dat ik al meerdere beschouwingen heb gehouden om daar tegengas aan te bieden. En dit is er dan weer eentje voor, om daar tegengas aan te bieden. Beter gezegd, er zijn met het milieu dingen aan de hand. Maar het is niet zo dat we dat gaan oplossen met allemaal regels en belastingstructuren. En het is al helemaal niet zo dat je dat oplost door de agrarische sector het werken onmogelijk te maken. Dat laatste is een hele gevaarlijke tendens die er is. Het is tegenwoordig iets nieuws. We gaan de boeren lopen afzeiken. We geven de boeren overal de schuld van. En dat doen wij dan als stedelingen met een uitkering. Kijk, je kan zeggen van een boer wat je wil, maar een boer heeft een duidelijk aantoonbare toegevoegde waarde voor de samenleving. Dat kan je van de eerste beste stedeling niet zeggen. Ik heb zelf een praktijk en ik doe creatieve therapie. En ik heb hier een programma met een folder. En die folder is CO2-neutraal hoor. En dan kan je intekenen. En op dinsdagmiddag en op woensdagmiddag hebben we inloopmiddag. Ja, dat kan je zeggen dat je ook een toegevoegde waarde hebt aan het grote geheel. Maar een boer, die heeft toegevoegde waarde. Die je kan uitdrukken in kilo's. Kilo's eetbare producten. Een creatieve therapie kan je niet eten, daar kan je niet in wonen en daar kan je ook je toilet niet mee schoonmaken. En wij hebben dan hier in Nederland, ja, het merendeel der mensen woont in steden. En dan laat ik naar mezelf als voorbeeld nemen. Ik ben typisch een stedeling. Ik heb ook een, momenteel ben ik een schoonmaker. Nou, momenteel heb ik helemaal geen toegevoegde waarde. Want ik zit met mijn pols in de ding met mijn hand. Mijn pink is geopereerd en mijn pols doet pijn. En ik kan dus niet werken. Maar toen ik nog werkte, een paar weken geleden, toen maakte ik toiletten schoon in de gehandicaptenzorg. En dat niet alleen, ook alles daaromheen. Maar dat is dan een uitzondering. Ja. Maar dan woon ik dus in Arnhem. Ik woon al een hele tijd in Arnhem.
En mij ging het opvallen de laatste jaren dat er geen vogeltjes meer kwamen op mijn balkon. Vreemd vond ik dat. Het viel mij op. En nou ja, dan kan ik zeggen, ze hebben ook een paar bomen die hierachter stonden bij mijn flat, die hebben ze weggehaald. Ze hebben een boom aan de voorkant van mijn flat weggehaald en ze hebben ze nog wel meer bomen verwijderd. Misschien dat het daardoor komt. Maar ik vind dat niet positief, hè? En toen ik nog woonde in de Spijkerbuurt, toen hadden we daar een achtertuin. En dit is alweer een paar jaar, dus nog langer geleden, want ik woon nu al 9 jaar op deze flat. En toen heb ik 10 jaar lang gewoond in de Spijkerbuurt met een achtertuin. En ik herinnerde mij dat toen ik daar kwam wonen in het jaar 2000, dat we in de tuin vlinders hadden. Koolwitjes, maar ook andere soorten vlinders. En dat werd allengs minder. Datzelfde gold ook voor hommels. Dat viel mij op. En dan heb je het over de natuur in de stad. De fauna. En flora, dat zijn bloemetjes. En fauna, dat zijn de beestjes. Dus de fauna in de stad zag ik afnemen. Nou, is dat alleen maar een observatie van mijzelf en dan niet eens serieus? In de zin, als je het serieus wilt doen, dan moet je een register bijhouden. En dan moet je op vaste momenten in het jaar moet je een telling gaan houden in je tuin van slakken, noem het maar op. Vlinders, hommels, spinnen. En niet zo'n beetje hap, snap, zeggen van ik vind het minder. Hè? Dat lijkt me typisch iets voor een onderzoekje. Wat je zou kunnen doen als overheid, als gemeente, hoeft helemaal niet duur te zijn. Er moet een goede leiding aangegeven worden en je zet een website op en dan kunnen mensen die eraan mee willen werken, die kunnen hun gegevens, hun meetgegevens, de tellingen, invoeren in een website. Je kunt het bijhouden. Kun je eens even kijken. Dus wanneer heb je voor het laatst een vogel gezien in je tuin en wat voor een vogel was dat? En als het nou zo is, en ik denk dat dat zo is hoor, dat de fauna in een stad als Arnhem aan het dalen is, ja, hoe komt dat dan? Komt dat dan door de boeren? Waarom? Hoezo zou dat kunnen? Of komt dat stomweg doordat overal waar het maar enigszins kan, worden er bomen gekapt en verdwijnt het groen? Om plaats te maken voor nog meer appartementen. Ja, jij mag het invullen. Ik zeg niet dat ik het antwoord weet. Ik kom maar met een proefballonnetje. En ook aan Arnhem. Maar dat geldt niet alleen voor Arnhem, dat geldt voor heel Nederland.
wat je ziet, en dat is een relatief nieuw fenomeen. En dat zijn persistente condensatiesporen van de vliegtuigen. Dus een vliegtuig voorbij. En dat is logisch dat een vliegtuig dat verbrandt kerosine, hè, als brandstof. En kerosine wordt omgezet in koolstofdioxide en waterstof. Het is koolwaterstof, dat is koolstof, C. En waterstof, H. Ja, dan wordt CO2, dat is koolstofdioxide, en H2O, dat is water. Nou, en dan vliegt zo'n vliegtuig voorbij en dan krijg je dus CO2. Nou, dat is op zich niet zo'n ramp. CO2 is een prima goedje voor planten. Boven in de lucht heb je er niks aan, maar CO2 is zwaarder dan stikstofgas en zuurstofgas. Dus dat zakt automatisch omlaag. En dan hier op het aardoppervlak, daar wordt de CO2 geabsorbeerd door planten en die gaan daar weer lekker van groeien. Dus. En waterdamp, ja, dat is al helemaal geen probleem. En ik ben geboren in Amstelveen, vlakbij Schiphol. En ik heb in mijn jeugd dus heel veel vliegtuigverkeer voorbij zien gaan in de lucht. En er waren perioden met een bepaalde weersbestendigheid. En dan trokken die vliegtuigen lange sporen. En je had dagen dat die vliegtuigen helemaal geen spoor achter zich aantrokken. Nee, want CO2 is namelijk onzichtbaar. En waterdamp, waterdamp kan je ook niet zien. Alleen als het condenseert. Als de lucht relatief droog is, dan net een kleine beetje waterdamp wat er uit zo'n vliegtuig uitlaat komt, dan zoveel is dat ook weer niet. Ja, dat vormt niet gelijk een wolk. Hè? Maar wat je ziet sinds 96, 98 van de vorige eeuw, dus halverwege de jaren 90 van de vorige eeuw, zie je een totaal nieuw fenomeen. En dat is dat je zo'n vliegtuig voorbij ziet vliegen en dat zo'n condensatiespoor, zo wordt dat genoemd, een gecondenseerde waterdamp, dat heel lang blijft hangen. Uren blijft hangen. En dat kan niet. Daar is iets aan de hand. Ik weet dat. Ik ben ingenieur en mijn afstudeerrichting was milieuhygiëne. En mijn specialisme was luchthygiëne en verontreiniging. En ik weet dat een condensatiespoor niet zomaar in ene, sinds halverwege de jaren 90, plotseling uren kan blijven hangen. Dat kan niet. En als jij met een boot over een meer gaat varen, dan trek je ook zo'n spoor achter je aan. He, van allemaal schuim, van het water. Met een motorboot dan. Dan kan je even zien waar die boot gevaren heeft, maar even later is dat helemaal weg. Dat blijft niet een uur liggen, zo'n spoor. En het feit dat je dat bij vliegtuigen wel ziet, betekent dat er dus iets in die benzine zit. Of in die kerosine, iets in die brandstof zit. En dat blijft hangen. En hier in Arnhem zie ik het hoor. Ik heb hier een serie foto's aan de muur hangen. Die ik gemaakt heb in een korte tijd. En toen was het in die dagen, was het elke dag raak. Dan keek ik naar boven en dan zat het helemaal vol met strepen. En de laatste tijd zie ik het minder, moet ik zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat
als die sporen destijds opgetreden zijn, omdat ze vanaf een bepaald moment in de jaren 90 iets zijn gaan toevoegen aan kerosine, waaronder je dus onder bepaalde weersomstandigheden van die persistente condensatiesporen kreeg, maar alleen onder bepaalde weersomstandigheden. En als de weersomstandigheden van de laatste tijd anders zijn, ja, dan heb je dus niet die persistente condensatiesporen, maar die rotzooi heb je nog steeds. Want er is iets halverwege de jaren 90 veranderd in de brandstof van vliegtuigen. Los van het feit dat het vliegverkeer enorm is toegenomen. En ik heb het gezien dat op mooie zomerse dagen, die dan begonnen als een mooie zomerse dag, dat in de loop van de ochtend er allemaal strepen bleven hangen en dat aan het begin van de middag er sprake was van een soort sluierbewolking. En de zon brak dus niet echt lekker door. Maar die zat niet achter normale wolken, nee, die zat achter wolkenmassa's die waren ontstaan uit die persistente condensatiesporen. Dat heb ik gezien. En ik heb daarover nog een vraag gesteld aan het KNMI. En die geven dan geen antwoord. Ik heb het ook nog die vraag gesteld in levende lijven aan iemand die werkt bij het KNMI. En die keek mij zo aan en die zei van ja, daar ga ik niet over. Daar weet ik niks van. Maar die had ook niet de energie om dan met die vraag van mij is eventjes tijdens de koffiepauze aan een collega te vragen van weet jij daar wat van? Terwijl mijn waarneming toch echt klopt. Dat hele gedoe met die persistente condensatiesporen, dat is begonnen halverwege de jaren 90. En daarvoor was dat niet. Dus dat moet ergens vandaan komen, of niet? Dat soort dingen zou ik wel eens uitgezocht willen hebben. Dan ga je wat doen aan, dan doe je iets aan milieuonderzoek in de stad. En moeten al die vliegbewegingen wel over Nederland? Is dat niet een keertje genoeg geweest? Moet daar niet een keer paal en perk aan gesteld worden? Ze zitten nu te zeuren over een autoloze zondag, eens in de maand. Ik denk, ja, doe het aan het vliegverkeer. Wat vliegt er nou de godganse tijd heen en weer? Dat zijn vragen die ik heb. Als je het hebt over het milieu. En kijk, de zeespiegel, die stijgt niet. De temperatuur in Nederland is al 20 jaar hetzelfde. En de temperatuurstijging die wij gezien hebben hier in Nederland aan het einde van de 20e eeuw, die kan heel goed berusten op een tijdelijk fenomeen. Want voorlopig is die niet verder aan het stijgen. Dus wat hij dan volgend jaar gaat doen, ja, we weten het niet. En ze zeggen dan nu dat stikstof is helemaal verschrikkelijk. Dan denk ik, ja. En waar gaat dan de beschuldigende vinger weer naartoe? Ja, naar de boeren. De boeren hebben het gedaan. En je moet er rekening mee houden dat
Die mensen die zeggen dat de aanslagen van 11 september niet het werk waren van Osama bin Laden. Maar dat de jongens en meisjes van de globalisten van de nieuwe wereldorde, oftewel de paus met zijn fijne kerk en zo, die hele club, die ongelovige satanistische seks met kinderen propagerende bende, dat die erachter zat, achter die aanslagen van 11 september. En dat het enige doel van die aanslagen was om ons een enorme bak angst te bezorgen. In Amerika de allerlei wetgeving er doorheen te jassen. Zoals de vaderheidslievendheids... De vaderheidslievende wet. De Patriot Act. De Patriottenwet. Dat die lui erachter zitten. En die houden namelijk niet van privé activiteiten. Alles moet komen te vallen onder de BV, onder de paus BV. Daar moet alles onder komen. En die boeren die zitten lekker een beetje zelfstandig hun eigen land om te ploegen. En dat moet ophouden. En al die jongens en meisjes op Facebook, die allemaal klakkeloos zitten door te papegaaien, die doen lekker mee met die club die ook de aanslagen van 11 september heeft gepleegd. Dus even aan jou, als jij als fijne milieuactivist weet waar ik je van beschuldig. En je bent dus ook medeschuldig aan het de andere kant uitkijken van de Nederlandse justitie als het gaat om het seksueel kindermisbruik. Wat in Nederland nog steeds op grote schaal plaatsvindt. Getuigen het feit dat er laatst hier op internet een vrouw, natuurlijk weer een vrouw, kunnen vrouwen echt trots op zijn hoor. Maar een vrouw hield dan zo'n heel zielig praatje van ja, we moesten meer begrip hebben voor mannen die seksuele gevoelens hadden voor kleine mensen. Want dat was ook, per slotverrekening, maar gewoon een uiting van de menselijke seksualiteit hoor. Ja, de ene houdt het liefste van seks op woensdag. En de ander houdt het liefste van seks als hij heel hard gewerkt heeft. En er zijn ook mensen die houden van seks voordat ze aan het werk gaan. En er zijn mensen die houden van seks met kinderen. En er moet ruimte zijn voor iedereen. Zei die vrouw, hè? Haar woorden. Ja, niet wat ik nu allemaal invul, maar haar woorden voor dat begrip. Hè. Nee, maar we gaan de boeren, die gaan we wel aanpakken. Wat stond er dan hier? Het zat een artikel van Vogelbescherming Nederland. En er staat als titel: stikstof nekt vogels op de Veluwe. En er staat dan hier: de enorme stikstofuitstoot in Nederland blijkt funest voor vogels op de Veluwe. Nou, waar is dat woord enorm op gebaseerd? Enorm vergeleken met wat? Wel, wij zijn het dichtst bevolkte land van Europa. Wij zijn het op 3 na dichtst bevolkte land ter wereld. Dus wij hebben een enorme stikstofuitstoot vergeleken met de Sahara. Want daar woont namelijk niemand. Heel treffend, in de Sahara groeit ook helemaal niks. Zou ook niet kunnen, want daar heb je geen stikstof. Nou, blijkt funest voor vogels op de Veluwe. Ja, ja, maar oké, kan je zomaar even zeggen, maar waar baseer je dat op? Eerder onderzoek toont een schrijnende relatie aan tussen stikstof en de achteruitgang van vogels. Wat nou schrijnende relatie aan? Eerder onderzoek. Welk onderzoek?
vogels vinden er nog maar zo weinig kalk dat bij een derde van de eieren de schaal te dun is en dat kuikens zo broos zijn dat ze al in het nest hun pootjes breken. Wat is het voor een drama koningin die dit opgeschreven heeft? En wat heeft het er nou mee te maken met de stikstof? Kijk, kalk, dat wordt er even bijgehaald, hè? Maar er is te weinig kalk op de Hoge Veluwe. Daar komen ze dan mee. En dan zeggen ze, ja, dat kalk is verdwenen doordat de boeren stikstofoxide in de lucht hebben gebracht. Maar hoezo kan kalk daardoor verdwijnen? Het enige wat je kan volhouden is dat kalk een chemische reactie aangaat met stikstof. En dan krijg je calciumnitraat of calciumnitriet. Nou, calciumnitraat en calciumnitriet, die nitrieten en nitraten, die kunnen prima opgenomen worden door planten. Maar die planten die kunnen niks met kalk. En waar blijft dat kalk dan? Heeft dat kalk dan plotseling vleugeltjes gekregen en is het weggevlogen naar IJsland? Hoezo kan het kalk verdwijnen als er stikstofoxide in de lucht komt? Kijk, dat mag vogelbescherming dan eens eventjes op een website zetten. Daar ben ik rete nieuwsgierig naar. Hoe kalk kan verdwijnen als er stikstofoxide in de atmosfeer komen? En daar heb je dan natuurlijk een experiment voor opgezet, waarin je dat aantoont. Dus dan neem je een windtunnel. En in die windtunnel heb je dan een bodem en daar doe je kalk op. En dan over die bodem blaas jij gewone atmosfeer. Dan ga je na een uurtje dat je die wind eroverheen geblazen hebt, ga je kijken hoeveel kalk er nog in de bodem zit. Daarna doe je hetzelfde, maar dan gebruik jij atmosferische lucht met stikstofoxide erin. En dan reële concentraties, dus niet 50%. Maar de concentraties die je momenteel hebt hier in Nederland, en die zijn niet zo heel hoog hoor. En dan moet je aantonen dat dan het kalk in de bodem verdwenen is. Ja, dat experiment hebben ze nooit gedaan. En weet je waarom niet? Omdat je dat helemaal niet kan aantonen. En weet je waarom je dat niet kan aantonen? Omdat die hele theorie niet klopt. Typisch een voorbeeld van iets wat in de praktijk niet werkt, omdat de theorie niet klopt. Dat is ook de enige reden waarom iets in de praktijk niet werkt. Dat is namelijk dat de theorie niet klopt. Wat mensen wel eens zeggen, in theorie klopt het wel, maar in de praktijk werkt het niet. Nee, in theorie klopte het niet, want anders had het in de praktijk gewerkt. Er staat hier dan ook. Stikstof is een belangrijke en onmisbare bron voor al het leven op aarde. Dat klopt. In Nederland hadden we moeten zeggen stikstofoxide. Okay. In Nederland is er echter veel te veel stikstof. Volgens wie? Volgens mij niet. Ik heb helemaal geen moeite met stikstofoxide hier in Nederland. Ik weet dat vroeger in de Nederlandse huishoudens, en dan had je van die gijzers, en die gasverwarmingsinstallaties in de woningen, in de keuken, en ja, dan was het zo op winterse dagen. Dan gingen alle raampjes dicht en alle deuren werden dichtgehouden voor de kou. En dan ging moeder de vrouw lekker veel koken en warm water en alles. En dan had je heel veel gasverbranding in de woningen. En dan kreeg je stikstofconcentraties, stikstofoxideconcentraties in de woningen. En die bereikten gevaarlijke hoogtes. Daar is toen voor gewaarschuwd. En de remedie was dat je allemaal een raampje open doet. En dan niet heel veel, je hoeft het niet wagenwijd open te zetten, maar een raampje op een kier is voldoende. Wat ik momenteel in mijn woning standaard heb, is ik heb een woning met ramen aan beide kanten van mijn woning. Eentje zit op de oostkant, de andere zit op de westkant.
En aan beide kanten heb ik een raampje, een bovenraampje, een klein beetje openstaan. En dat bovenraampje is 40 centimeter breed. En dan de spleet die ik open heb is 3 centimeter of zo. Dat is genoeg. En dat heb ik altijd open. Dus de kwaliteit van de lucht in mijn woning is prima. Zelfs in de tijd dat ik nog rookte, was de kwaliteit van de lucht in mijn woning uitstekend. Want ik ventileer. Nou, dat is het enige probleem dat ik ken met stikstofoxide. Meer niet. En er is inderdaad in bepaalde gebieden is er sprake van verzuring van de grond. Dat klopt. De vraag is of dat komt door die stikstofoxide. Want er zijn meerdere vormen van zuren en zuurophoping. En er zijn ook weer planten die de grond verzuren, die daaraan bijdragen. En hoe die relaties precies allemaal werken, ja, dat weet ik niet. Maar ik weet dat er me heel wat over te zeggen is en dat je niet gelijk moet gaan brullen dat het allemaal komt door de boeren. Nou, dan staat hij dan verder. Via de lucht verspreidt deze stikstof zich in de omgeving en zorgt voor grote natuur- en milieuproblemen. Wat nou? Ik ervaar het als een milieu- en natuurprobleem dat ik op mijn balkon niet meer zoveel vogeltjes zie als vroeger. En er was ook in de stad een hele grappige... Was dat een soort een bruidsluier? Een hele grote plant. En die zat helemaal vol met mussen. Ja, op last van de gemeente moest die bruidsluier weggehaald worden. Ja, er zijn al die mussen zijn verdwenen. Hey, dat vind ik dan een probleem. Wel, als je 's morgens hier in Arnhem ja, over straat gaat, dan je hebt hier zo'n rondweg. Dus de Eusebius Buitensingel is daar een onderdeel van en de Jans Buitensingel. En die staat kei vol met auto's. Ja, belachelijk wat er overheen rijdt. En al die auto's, die moeten allemaal ergens naartoe. Ja, waarom gaan die auto's niet buiten de stad om? Dat is wat ik dan vind, hè? Waarom moeten al die auto's door het centrum heen? Waarom zijn al die verkeerslichten niet zodanig ingesteld dat automobilisten ja, weten dat het niet handig is om door het centrum van Arnhem te rijden als je naar Apeldoorn moet. En dat je dan maar een paar kilometer om moet rijden. Als je in Nijmegen woont. Of in Zuid. En trouwens, als je in Zuid woont en je hebt een baan in Apeldoorn, ja, waarom verhuis je dan niet naar Apeldoorn? En waarom moet iedereen maar de hele tijd heen en weer kunnen karren met die auto's? En nou helemaal, waarom moet dat door het centrum van Arnhem heen? Kijk, dat zijn milieu- en natuurproblemen waar ik wel gevoelig voor ben. Het is wat mij betreft veel, veel te druk hier in de stad. Dat mag wel een streepje minder. Maar voor de rest in Nederland, ik zou het niet weten. Plant- en diersoorten verdwijnen. Ja, dat zeg je dan even, maar welke planten en diersoorten dan? En hoeveel is het dan verdwenen? Een beetje dit lopen roepen?
En dan staat hier, tussen 1990 en 2015 daalde de stikstofuitstoot in Nederland weliswaar met zo'n 30%. Wat dan het woordje weliswaar? Dat is van onzin. Dat is stemmingmakerij. Dus kennelijk is de stikstofuitstoot, de stikstofoxide-uitstoot, gedaald met 30%. Wow. Nou, dat zal wat gekost hebben om daarvoor te zorgen. Chapeau. Hoedje af. Maar inmiddels lijkt de uitstoot... Wat nou lijkt de uitstoot? Wat is dat voor een onzin? Waarom dat woordje lijkt? En dan staat er tussen streepjes... Vooral te wijten aan de toegenomen uitstoot door de intensieve veehouderij... Wat nou? Is de intensieve veehouderij toegenomen? Dat meen je niet. Of is de uitstoot door de intensieve veehouderij toegenomen? Nou, dat meen je ook niet. Want hoezo kan die nou toegenomen zijn? Dus inmiddels lijkt de uitstoot weer te stijgen. Met dus funeste gevolgen voor vogels. Blijkt uit onderzoek op de Veluwe. Nou, dat kan je op de Veluwe helemaal niet onderzoeken. Je kan op de Veluwe constateren dat je bepaalde vogelsoorten in aantal af ziet nemen. Ja, hier in Arnhem zie ik dat ook. En zag ik ook het aantal vlinders minderen. En zag ik ook het aantal hommels minderen. En dan gaan ze verder. Oh, hier staat trouwens een regelrechte leugen. Dacht ik toch, hoor. Nou, daar gaan we zo dadelijk op. Maar goed. Arnold van der Burg van bureau Biosfeer, die het onderzoek op Veluwe uitvoerde, op de Veluwe. Ik hou niet van artikelen met typfouten erin. Het vele stikstofoxide zou de groei van planten moeten aanjagen, maar doordat veel andere essentiële voedingsstoffen nu ontbreken, gebeurt het tegendeel. Mooi zo, denk ik. Welke voedingsstoffen ontbreken? En dan gaan we die eraan toevoegen. Huh? Wat ontbreekt er dan? Nou, het enige waar die mee kan komen, dat is kalium en fosfor. Maar kalium is een overvloed te krijgen en fosfor ook. Dus als dat het is. Huh? En dan krijgen we dan de laatste zin van die alinea. Daardoor sterven bijvoorbeeld eikenbomen nu massaal af op de Veluwe. Wat nou? Wat is nou een massale sterfte onder eikenbomen en gaan de eikenbomen nu uitsterven? Kennelijk hebben de eikenbomen het dus op bepaalde plekken van de Veluwe het niet meer zo naar hun zin. Nou, hier in het Sonsbeekpark staan er nog genoeg. Ja, maar ik wil graag een eikenboom op de Veluwe. Ja, nou ga je afvragen waarom die andere bomen dood zijn gegaan. Wat was daar de oorzaak van? Misschien wel watertekort. Weet jij veel? En dan krijg je hier dan de volgende alinea. Daar komt nog een tweede rampzalig effect bij. Wat nou rampzalig? Dat is weer stemmingmakerij taalgebruik, hè? Het stikstofoverschot zorgt ervoor dat ammoniak neerslaat en de bodem verzuurt. Ja. Nou, dan pak ik eventjes ammoniak, dubbel M, en dan formule. NH3 is dat. Nou... Dan heb ik hier de Wikipedia... Dit is erg.
Dit is zo erg. Het gaat om liegen. Hè? Iedereen die liegt. Dus Arnold van den Berg, van de Burg, van bureau Biosfeer. Die werkt dus op dat bureau. Ja, wacht hem op aan het einde van de dag. En ontvoer die man en laat hem horen naar dit volgende. En zeg hem dus dat het een leugenaar is en dat hij zijn mond moet houden. Ga maar dreigen. Ga maar zeggen dat er anders rampzalige gevolgen zullen zijn. Met massale rampzalige gevolgen die funest zijn voor hem en iedereen die met hem meeligt. Ja? Hij zegt hier. Het stikstofoverschot, hij bedoelt stikstofoxide, dacht ik. Hè? Nou goed, stikstofoverschot zorgt ervoor dat ammoniak, dat is een andere. Hè? Ammoniak neerslaat en de bodem verzuurt. Ja. Nou, dan moet je dus Anton van den Burg, die moet je in zijn lurven grijpen. Die sleur je mee, die mag niet naar zijn leuke vriendin met die zeurverhalen. Die sleur je mee, die neem je naar een kelder. En daar ga je hem opsluiten voor een paar dagen. En dan mag hij pas uit nadat hij op Wikipedia heeft gezien wat Wikipedia zegt over ammonia. En hij moet opschrijven op papier, moet hij 10.000 keer opschrijven wat er op Wikipedia staat over ammoniak. Want daar staat het volgende. Dat ammoniak met water. En in de bodem zit water, of niet? Hè? Dus NH3, dat is ammoniak. Hè? Met water, dat levert op NH4+ en OH-. En OH-, dat is basis. Dat is het tegenovergestelde van zuur. Ja, dat is het. Dus ammonia levert niet een verzuring op van de bodem, maar het tegenovergestelde. Namelijk, de bodem wordt er basis van. NO2 en NO daarentegen, dat leidt tot verzuring. Want dan krijg je salpeterzuur van en salpeterrugzuur. Maar ammonia, dat is een basische stof. Ammonia is NH4OH. Dus ammonia, dat koop je ook als schoonmaakmiddel. Het zat hier dan ammonia, dat is ammoniumhydroxide, is een oplossing van het gas ammoniak in water. De oplossing is een matig sterke base die in het huishouden als schoonmaakmiddel gebruikt wordt, bijvoorbeeld om oude verf voor te behandelen, zodat er overheen kan worden geschilderd. De schoonmakende werking komt tot stand doordat oude verflagen vaak bedekt zijn met een laagje vettige aanslag dat voor een groot deel uit vetzuren bestaat. De vetzuren lossen op in de basische oplossing. Dus, wat hier staat op de website van vogelbescherming.nl is een blatante leugen. Want ammonia of ammoniak in de bodem leidt tot ammonia. En ammonia is een base en het is dus geen verzuringsgebeuren. En lost de kalk in de bodem dus ook niet op wat eronder staat. Die verzuring lost de kalk in de bodem op. Maar dat is onzin. Als je het hebt over stikstofoxide, dan wordt dat dus salpeterzuur of salpeterrugzuur. En dat in combinatie met kalk, dat leidt tot calciumnitriet of calciumnitraat. Maar dan nog gaat die calcium daarmee niet weg uit de bodem. Die calcium is dan gebonden aan nitriet of nitraat.
Punt. Die milieubeweging, ik haat die mensen vanwege hun leugens. Het zijn liegende mensen. En ze zeuren over boeren. Er zijn vervelende stadsmensen, dat zijn het. Het zijn vervelende nietsnutten. Het zijn mensen die werken mee aan de agenda van de globalisten, van de universalisten, van de katholieke kerk en hun meelopers. Om alle landbouwgronden, alle productie, alle toegevoegde waardemiddelen, om die uit de handen van het volk te krijgen en het onder te brengen in de handen van de globalisten. Adam Smith, de econoom uit de 18e eeuw, die zei nog, want de productiemiddelen, dus de middelen waarmee je waarde kan toevoegen, die moeten niet in de handen komen van een overheid. Daar waarschuwde die voor, Adam Smith. Met zijn de Weelde van de Naties, dat boek. The Wealth of Nations. En deze fijne vent, die Arnold van den Burg, die werkt lekker mee aan het onteigenen van de boeren. Want anders gaan de vogeltjes op de Hoge Veluwe dood. En het punt dat vogels hun eieren, die eierschalen te broos zijn, dat verhaal dat ken ik uit de tijd dat ik studeerde in Wageningen. En toen werd dat geweten aan het gebruik van pesticiden zoals DDT. En nu dus aan het feit dat door de ammoniak verzuurt de bodem en daardoor lost de kalk op en dan verdwijnt de kalk uit de bodem en dan breken de schalen van de vogels. Terwijl ammoniak helemaal geen zuur is en kalk voor zover het met een zuur reageert, dan wordt het een zout. En een zout dat vliegt niet weg. Onzin. Het lost op. Lost op in het water. Ja, nou men. Dan heb je dus, in die bodem zit dus water. En als het water verdampt, dan blijft er zout achter. Snap je? Ik ken nou de moeder van mijn kind. Zo'n heel vervelend stadsmens. Die helemaal geen toegevoegde waarde heeft, maar wel de mond vol over het milieu. Oh, ze heeft overal verstand van. Als het maar gaat om een andere. Nou, bij de opvoeding van het kind hoort dat je met het kind elke dag gaat tanden poetsen. Ja of nee? Ja? Nou, zij vond dat nou typisch een klusje wat zij niet hoefde te doen. Want van zo'n stadsmens, je snapt het wel, hè? Dat moest ik maar doen. En dan wel erop toezien dat als dan dat de kraan openging om de tandenborstels nat te maken voor de tandpasta. En dat als je dan de tandenborstel in je mond stopt, dat je dan voordat je de tandenborstel in de mond stopt, dat je gelijk de kraan dicht doet. Want anders ben je slecht bezig voor het milieu. Dit soort mensen zijn zo ontzettend vervelend voor hun omgeving. Die verpesten het milieu voor hun omgeving. Want die vrouw in kwestie, die loopt dus wel in de rondte in allemaal modieuze kleding. Kleding die de godganse tijd gewassen moet worden. Wat denk je hoeveel water dat kost? Wat denk je dat de productie van kleding kost aan water? He, wel ging zij 3-4 keer in de week ging ze uit. Terwijl ze een kind thuis had. Maar hey, mama moest even, oh nee, zo zwaar onderdrukt altijd. Even eruit hoor. Ja, ja. En allemaal make-up gebruiken en haarlak en alles. Wat kost dat aan water? Om dat te produceren, snap je? Wat denk je dat een lipstick kost?
aan water. He, voor de productie van een lipstick heb je water nodig. Ga maar na. Ga maar uitrekenen. En in Nederland is er helemaal geen watergebrek. Ja, je hebt het dat het af en toe wat minder regent dan andere keren, dan andere jaren. Dus de afgelopen jaar heeft het heel weinig geregend hier in Nederland. Nou, ik vind dat verder zelf niet zo heel erg. Dus ik maal er niet om. En de boeren, volgens mij ook niet hoor. Ja, er komt voldoende water binnen via de Maas en via de Waal en via wat is het, de Rijn of zo. Ja, er is goed water op zich genoeg hoor. We hebben een hele bak grondwater. En het regenwater dat we krijgen, dat zouden wij misschien wel meer op kunnen vangen, denk ik. We zouden ook nog het IJsselmeer voor een stuk leeg kunnen pompen. Ja, er gaat heel wat zoet water wat Nederland binnenkomt. Het gaat vervolgens, dat laten wij lekker bij Amsterdam en Rotterdam en daarboven bij Delfzijl en alles laten we dat. En bij Zwolle laten we dat lekker wegstromen in de zee. Ja, dan kunnen we toch ook allemaal omhoog pompen, wat is dat nou? Nee, maar dan gaat zo'n vrouw, de moeder van mijn kind, die gaat dan lekker heel veel lopen kankeren en zeiken over het feit dat we niet snel genoeg de kraan dichtdraaien. Want heeft zij weer een reden om te lopen kankeren. En dat is het hele probleem met de milieumensen. Dat zijn kankerpitten. Hele vervelende mensen zijn er. En dan met zo'n medium als Facebook, dan hebben ze nog een platform ook. Kijken wat deze meneer nog meer zegt in dit fijne artikel van Vogelbescherming Nederland. Er staat hier dan, dit onderzoek toont aan dat er heel snel iets moet gebeuren. Onderzoek in Duitsland dat onlangs in Science werd gepubliceerd was wat dat betreft veelzeggend. 80% van de insecten was verdwenen. Hier gaan we ook die kant op. Ja, maar hoezo zijn die insecten verdwenen door de stikstofoxide? Waar blijkt dat uit? Nee, ik zei net ook, het is mij opgevallen dat hommels en vlinders, ja, dat ik het idee heb dat dat hier in Arnhem aan het teruglopen was. Toen ik nog een tuin had, kon ik dat zien, hè? En er staat dan hieraan, hier dan bij als afsluiting, dit onderzoek, welk onderzoek? Dat in Duitsland of dat dit onderzoek? En wat is dit onderzoek dan eigenlijk? Want wat hebben ze nou onderzocht? Ze hebben iets gedaan op de Hoge Veluwe, maar wat hebben ze nou onderzocht? Waar zijn die gegevens dan? Toont opnieuw de urgentie van de veel te grote hoeveelheid stikstof in Nederland aan. Ja, stikstofoxide dus, of stikstof... wat is het? Ammoniak. Gaat het nou ammoniak of oxide? Want ammoniak, dat is de grootste uitstoot van de intensieve veehouderij. En stikstofoxide, dat zit het meeste in kunstmest. En dat is de agrarische sector. En de intensieve veehouderij, die produceert met name ammonia. Dus waar heb je het nou over? Ja? We moeten de uitstoot van stikstof drastisch beperken. Ja, van welke? Oxide of ammoniak?
En je kan niet zeggen dat je de uitstoot van ammoniak moet beperken omdat de grond aan het verzuren is. Want als dat het probleem is, dan moet je juist meer ammoniak hebben. Het is allemaal zo simpel. Dat er hier sprake is van een ongelofelijke leugenaar. En die man, die heet Arnold van der Burg. En hij werkt bij het bureau Biosfeer. Nou, ik zal het even voor je opzoeken. Biosfeer Nederland. Kijken we dat bureau dan ook, hè? Dat kan je niet makkelijk vinden. Bureau Biosfeer. Bestaat dat bureau eigenlijk wel? Ik kan geen website vinden. Dat is even onzin. Straks blijkt het hele bureau niet eens te bestaan. Nou, als ik zoek op bureau Biosfeer, dan doe ik even tussen quotes. En dan krijg ik alleen maar dat artikel van wat ik net uit aan het voorlezen was. Hè? Het zou mij niet verbazen dat het hele bureau niet bestaat. Zoekend op bureau Biosfeer vind ik niks. Als ik nou zoek op Arnold van den Burg. Dan krijg ik nog steeds helemaal niks. Bureau Biosfeer heeft zo te zien geen eigen website. En iedereen heeft het over die vent. Ongelooflijk. Bestaat die man eigenlijk wel? Bizar. Ja, iets van. Hier is een PDF die ik dan even erbij haal. Bestaat die man wel? En bestaat dat hele bureau wel? Nou, daar ga ik dan eens even naar kijken. Ik zit toch in de ziektewet tussen. Het is toch ongelooflijk? Ammonia verzuurt de bodem. Schrikkelijk. En mensen nemen dit maar even aan. Belachelijk. Nou, dit is een mooi over het milieu. Ik moet even een mooie titel gaan verzinnen. Dat ik een hoop clickbait krijg. Kijken of mijn strijd in mijn eentje tegen deze maffia helpt. En op zijn hamburgers zeg ik vol strijdlust. Tjus! En dag lieverds.